Ik probeer ook even te bellen met een aantal ooggetuigen die daar ook ter plekke zijn geweest die nacht, of daar familie of vrienden hebben wonen. En op dit moment gaan we even bellen met Bruce Siemens. Bruce, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent live in de uitzending. Fijn dat we u even mogen bellen. U woont niet direct in Scheveningen, maar eigenlijk 4 kilometer daar vandaan. In elk geval van de vuurhaard, daar kunnen we wel over spreken. Hoe heeft u de jaarwisseling beleefd? Ik gelukkig rustig. Zoals u zei, ik woon daar ongeveer 4 kilometer van vandaan. Echter, een aantal bekenden van mij wonen ook familieleden. Die wonen daar geen 4 kilometer van vandaan. Die wonen op hemelsbreedte maximaal kilometer. En die hebben doodsangst uitgestaan. Ja, u heeft het echt over doodste angsten. Hè? We hadden al even voor de uitzending contact. Het is heel heftig geweest daar. Werd u die nacht gebeld of bent u daar naartoe gegaan toen u het idee had van het loopt helemaal uit de hand? Nee, ik ben opgebeld. Ik ben niet gegaan. Ik ben zelf als de dood ook voor vuurwerk. Dus ik was sowieso niet echt buiten te vinden. Nee. Ik ben dus gebeld. En daarin werd gezegd dat de as dus bij de blinker, deugd van de blinker, toch naar beneden vierde. En dat het zo in de tuin belandde. En dat het dus mogelijk ook dat ze bang was dat er een brand zou kunnen gaan ontstaan. Ja, ze waren op dat moment echt bang dat er een brand zou kunnen ontstaan. En dat is ontstaan omdat de toren uiteindelijk 48 meter hoog is opgebouwd. Wat vindt u daar nou van? Want gedurende de dag, Oudjaarsdag, was het eigenlijk voor de autoriteiten, en in dit geval een burgemeester Pauline Krikke, al duidelijk dat ze een beetje gesmokkeld hadden. Vindt u dat ze uiteindelijk een streep daardoor had moeten trekken? Had ze moeten zeggen van we doen het gewoon niet vanavond? Ja, en wat was er dan gebeurd daar? Ja, nee, ik zelf ik zelf kan begrip opbrengen dat ze denkt van laten we door laten gaan, want afgelast op de laatste dag, op het laatste moment, dat zou heel veel problemen hebben veroorzaakt. Zoals we op de beelden hebben kunnen zien, hebben heel veel mensen eraan meegebouwd. En om het af te gaan bouwen, om het met de overheid meters af te bouwen, ja, tot het aantal meters dat is toegestaan, dat ging niet meer lukken in de middag. Er zijn altijd een paar radreis die dan toch voor elkaar weten te krijgen om het wellicht van afstand in de fik te steken, mocht het afgeblazen gaan worden. En ik denk ook dat er redden zouden zijn geweest die dag. Niet dat het goed is, maar het zijn wel reële zorgen die in de wijk hebben geleefd voor de mensen die het niet van de vuur houden. Het moet een, wat dat betreft een duivels dilemma zijn geweest voor de burgemeester. Het klinkt voor mensen aan de zijlijn natuurlijk heel makkelijk. Vannacht, je had het gewoon niet door moeten laten gaan. Maar aan de andere kant, dit had natuurlijk ook niemand verwacht. Hoe is het afgelopen met uw familieleden daar in Scheveningen? Hebben ze bijvoorbeeld schade opgelopen aan woningen? Gelukkig viel dat nog mee voor hen. Een familielid van mij die had dan wel weer last van binnengelopen zeik. Om het zo maar te zeggen, had een gekapte riolering in de studio. Haar huis was opeens riolering geworden door de mensen die tegen haar deur aan hadden gepast. Zij woont vlakbij de kust, dus ja goed, dat was dan een gevolg. Gelukkig geen schade. Wel mensen. Een bekende van mij heeft mensen bijvoorbeeld geholpen die aan brandwonden hebben opgelopen. Ook op dat vlak zijn er wel daadwerkelijk wel gewonden gevallen. Niet naar het ziekenhuis gelukkig, dat was niet het geval. Maar er zijn dus wel mensen aan brandwonden geholpen. En er zijn ook nog mensen, en dat is dan weer waarschijnlijk niet in het nieuws gekomen, die alsnog tekeer zijn gegaan tegen de politie. Niet alleen op de boerenfarm, maar ook in de wijk zelf. Ja, dat is altijd natuurlijk triest. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat vandaag voor het eerst hoorde, dat er inderdaad dat ook iemand van de brandweer vertelde, dat er ook bij mensen ook echt jassen in de brand zijn gevlogen, dat allemaal met een sisser is afgelopen, dat bij sommige mensen het haar in de brand heeft gestaan. En jij vertelt nu ook al dat mensen brandwonden hebben. Ik denk dat de gemeente de verantwoordelijke in deze, en ik weet niet of het ook te verhalen is misschien op de bouwers, maar die kunnen uiteindelijk denk ik wel een flinke claim gaan verwachten. Ja, want als je dan schade hebt daar bij jou in de buurt, waar moet je dan naartoe? Dat is een goede vraag. Ik zou het eerst bij de eigen verzekeraars gaan indienen. En daarna, zoals de gemeente heeft gezegd, bij de gemeente proberen. Echter vind ik wel dat de verantwoordelijkheid dus niet bij de gemeente ligt in dit geval.
Want er is een convenant gesloten, geen vergunning afgegeven. Convenant, dat betekent dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt, ondertekend door de bouwers. En die bouwers hebben dat gewoonweg met handen en voet getreden. Met andere woorden, wil dat dus zeggen dat zij dus zich niet aan de afspraken hebben gehouden en daardoor dus verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is. Ja, en die bewuste bouwers, Broes, die geven op dit moment een persconferentie in Den Haag. Jij zit dat met een half oog een beetje een half woord te volgen, terwijl je hier in de uitzending bent, live op Den Haag FM. Is volgens mij dat ook alweer, om maar even in vuurtermen te blijven, oververhit allemaal daar? Want er worden mensen de zaal uitgezet nu, geloof ik. Ja, dat was voorafgaand aan het begin van de persconferentie inderdaad. Er waren buurtbewoners, mensen die van de wijkvereniging daar wilden plaatsen. Genomen. Die waren niet officieel uitgenodigd door de bouwers. En omdat ze in pers zijn, werden zodoende dus de zaal uitgezet door de politie. Ik weet niet of je het een klein beetje hebt kunnen volgen, maar trekken ze een beetje het boetekleed aan? Is er bijvoorbeeld echt al nieuws te melden of ze wel of niet doorgaan volgend jaar? Ik zit momenteel met twee oortjes naar jou te luisteren. Helaas heb ik dat niet kunnen volgen. Nou, dan kijken we zelf nog maar even vooruit. In jouw optiek, Broes. Wat moet er gaan gebeuren volgend jaar? Is er een alternatief? Gaan we terug naar 20 meter? Gaan we terug naar een vuurtonnetje? Zeg het maar. Nou ja, dit jaar is het natuurlijk al. We moeten even kijken naar wat de traditie oorspronkelijk is geweest. Dan gaan we terug naar de jaren 50, 60. En daarin zien we dus dat het vooral kerstbomen waren die in de fik gestoken werden. En pallets die van andere wijken werden gejat voor het vuur. Om op het vuur te gooien. Dat aspect kwam zelfs nog later, begon echt origineel met kerstbomen. En dat dus in de fik te steken. Wat er nu is, die grote torens, ja. Dat is pas van de laatste jaren. Dat geeft dus hele grote problemen. Dit was niet de eerste keer, maar het was volgens mij al sowieso wel de tweede keer dat iets gebeurd is. De eerste keer dat het echt goed waar de kant mis is gegaan. Ik zie er geen. Ik heb geen vertrouwen in om het volgend jaar weer te gaan doen. Wat mij betreft zijn ze nu gewoon klaar. Er is een convenant gesloten. Die hebben zij niet opgevolgd. Ze moeten nu gewoon op de blaren gaan zitten. Ja, en als ze dat. Ze moeten letterlijk bijna op de blaren gaan zitten. En op het moment dat ze dat erkennen, ja, dan moeten we wel kijken dat het volgend jaar natuurlijk al een beetje rustig daar gaat verlopen. Dat is natuurlijk ook alweer een punt van zorg die ik straks overigens kan gaan stellen en kan gaan delen met Martijn Balster. Hij is van de Partij van de Arbeid hier in Den Haag. Hij heeft zojuist toegezegd dat hij heel graag ook even een woordje wil doen in de uitzending. Dus wij gaan hem straks even bellen. Hartstikke goed. Ja, Broes, ik wens jou in elk geval veel sterkte daar. In elk geval voor je familie die daar geschrokken moet zijn. En laten we hopen dat ze in elk geval een rustig jaar daar tegemoet gaan. Met heel veel wijsheid daar in de buurt. Laten we hopen dat het volgend jaar een hele mooie jaarwisseling gaat worden. Misschien met een bescheiden vuurtonnetje of misschien 5 meter hoog. Maar niet meer die gekkigheid die we het afgelopen jaar hebben gezien. Nee, echt niet. Nee, nooit meer. Broes Siemens, dankjewel. Nog een fijne avond. Graag gedaan. Fijne avond. Een item gemist. Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl. 100% Haags, Den Haag.